Ja, ik ben Frans Jurema. Ik zit voor de SP in de deelraad in Amsterdam-Noord. En waarom ben je hier? Omdat hier gekraakt wordt voor mensen die uit de buurt komen hier. En nou, dat is echt een erg schrijnend geval. En we zijn hard op zoek naar een oplossing voor deze mensen. En wij zijn natuurlijk een politieke partij. Zelf kraken we niet, want dat is illegaal tegenwoordig. Maar we steunen het doel en we zullen helpen bij het zoeken naar een oplossing voor deze mensen. Aha. En dat was de enige oplossing wat kan gevonden worden? Ja, deze mensen zijn eerst bij de hulpdienst van de SP geweest. En ja, die mensen vielen overal tussen de wal en schip. Dus toen hebben ze doorverwezen naar de krakers. En die hebben ze geholpen, gelukkig. Dus ze hebben nu een dak boven hun hoofd. En nu moeten we zoeken naar een goede oplossing voor deze mensen. De kraak is illegaal, dus dat gaan wij als politieke partij niet doen. En, maar het is wel belangrijk dat het, als het gebeurt, dat het rustig gebeurt. En zowel van de krakers als van de politie. En daarom ben ik erbij om ervoor te zorgen dat. Of te proberen het zo rustig mogelijk te laten verlopen. Uiteindelijk gaat het om dat die mensen geholpen worden. En daar staat iedereen achter, denk ik. Dus het is belangrijk om, om hier vanuit de buurt te laten zien van. Van jongens, laten we hier op een verstandige manier mee omgaan met z'n allen. Maar wij zijn natuurlijk voor het in stand houden van zoveel mogelijk sociale woningbouw, omdat we daar nog steeds een wachtlijst van 12 jaar voor zijn. Dus wat je nu ziet, dat er steeds minder sociale woningbouw gemaakt wordt of behouden wordt en dat er steeds meer verkocht wordt. En daar zijn wij tegen. Er moeten gewoon genoeg woningen beschikbaar blijven voor mensen met niet zo hoge inkomens. Nou, de oplossing is meer bouwen en meer sociale woningbouw bouwen, zodat er meer woonruimte beschikbaar komt. Want er is nu nog steeds woningnood, er zijn nog steeds te weinig huizen. In deze buurt is redelijk wat leegstand. Dat komt omdat deze buurt in een soort rare overgangssituatie zit, waarin de hele buurt eigenlijk gerenoveerd moet worden, omdat het gewoon in een slechte situatie verkeert. Maar dat de planvorming over die plannen duurt gewoon heel erg lang. En dat duurt veel te lang. En daardoor is er een situatie ontstaan waarin mensen wel uitgeplaatst worden, hè, omdat er ooit gerenoveerd gaat worden. Maar vervolgens gebeurt er niks. Dus dan komen er allerlei. Is nu al meer dan de helft van de contracten hier zijn mensen met tijdelijke huurcontracten. Dus dat is een hele vervelende situatie. Dus het is wel belangrijk dat er nu ook echt wat gaat gebeuren. En onlangs is er eindelijk heel veel conflicten, politieke conflicten over geweest. Er gaat nu een eerste blok hier in de buurt echt gerenoveerd worden. Dus dat is het eerste stapje en we hopen dat dat opgevolgd gaat worden en dat achter elkaar door de hele buurt gerenoveerd gaat worden. Ja, de waarde van deze buurt is enorm hoog gegaan, omdat hier vlakbij is IJ-oevers en daar worden flinke dure woningen gebouwd. Dus eigenlijk komt eigenlijk een centrum te liggen en dus ook deze grond is in waarde omhoog gegaan. Dus vandaar dat IJmeren, de eigenaar, hier graag veel meer dure woningen wil. Maar dat betekent dat ze allemaal goedkopere woningen zouden moeten gaan slopen en vervangen. En dat zijn wij natuurlijk tegen. Dat zijn gewoon goede woningen die je netjes moet onderhouden. En daar is enorm vraag naar in Amsterdam. Dus er is geen enkele reden om hier grootschalig te gaan slopen of grootschalig sociale woningbouw om te zetten in hele dure woningen. Dus dat is gewoon, dat zijn gewoon, dat gaat om geld, hè? Uiteindelijk gaat alles om geld. En IJmeren ziet hier mogelijkheden om meer geld te verdienen. Maar ja, het gaat om sociale woningbouw en het gaat uiteindelijk om de mensen. Dus wij willen gewoon goede sociale woningbouw houden hier. Over die actie. Nou, ik heb die mensen. Dat is een heel schrijnend geval en die moeten absoluut geholpen worden. Daar moet morgen een oplossing voor komen. Dat is echt, die komen die tussen het vallen en schip. Vallen die door allerlei bureaucratische regels. Is er voor hun nu geen plek om te wonen. Terwijl met kinderen en. Dus dat kan gewoon niet. Dus daar moet een oplossing voor komen. En het is heel erg sociaal en goed dat die mensen door de kraakgroep hier gewoon op deze manier geholpen worden.
Hartstikke goed, ja. Ja, is altijd wel een beetje spannend, maar ik heb het al vaker gedaan hoor, dit soort dingen. Oh ja, oké. Okay. Wat heb jij gedaan? Ik heb al, dus 30 jaar geleden hoor, toen heb ik, was ik ook een actieve kraker. Oh, oké. Okay. Ik heb gewoon honderden woningen gekraakt in die tijd. Okay. Herinner je dat goed als goede tijden? Ja hoor, dat waren hele boeiende, interessante tijden, ja, zeker. Heel anders dan nu, het is bijna niet meer uit te leggen, het verschil. Het okay. is, ik vind het grappig, leuk om te zien dat er nog steeds mensen zijn die zo betrokken zijn dat ze zich op deze manier inzetten. Ja. Oké, okay. Hartstikke bedankt voor het goede interview. Graag gedaan. En bedankt dat jij was hier.